visballetjes in het groen. Dat begint met een verse homemade groentebouillon met veel groene selder, wortel, ui, peperbolletjes, laurierblad en ook een busseltje krulpeterselie, samengebonden met een eindje keukentouw. Hiermee prepareer ik een zalig warm waterbad voor de visballetjes. Die serveer ik straks met verse gestoofde groenten en een grasgroene, warme kruidenkoelie. Haal het visgehakt en de grijze garnalen uit de koelkast en we kunnen aan de slag. De balletjes die ik nu ga maken is niet overgebakken, niet gefrituurd, maar ik ga die wel pocheren in een groentebouillon die ik net gemaakt heb. Dus dat is echt wel super gezond balken, maar ook lekker. Want dat visgehakt, dus de helft paradijs, de helft kabeljauw, wat dat die dille al in zit, ga ik een beetje verrijken met grijze garnalen. Ik doe een klein beetje geraspte citroen daarbovenop, zo wat zesten, om te verfrissen. En dan gaan we dat mengen. Als je ziet dat dat gehakt zo net iets te zacht is naar je goesting, kunnen we er altijd een klein beetje bloem of paneermeel bij doen. Maar je ziet dat we daar zo heel mooie, stevige balkjes van gaan kunnen draaien. Dus even een bord erbij nemen. En zo niet te grote balkjes draaien. Zo ongeveer 30, 35 gram, zoiets. Zo'n goede pingpongbal. Dat we die dan straks mooi sappig kunnen pocheren. Na een tijdje begint dan een klein beetje te kleven. Kun je wel een kommetje water erbij nemen. Zo. En kun je zo de handen even nat maken. Die balkjes gaan we pocheren in. Dus een naturele groentebouillon. Je zou dat eventueel ook in een visvol kunnen doen. Maar niet te veel bouillon. Dus ik ga een klein kommetje erbij nemen. Dus een klein beetje van die groentebouillon. Ik al zeven. En dan laten we dat zomaar net tegen kookpunt broebelen. Om dan die balkjes daar zo één voor één daarin te pocheren. Ja, zo. Die buitenkant die wordt al zo wat stevig. Ja. Dus die balkjes gaan we warm houden. Gewoon even een diep bord er bovenop. Ik ben vooral fan zo van die structuur van die balkjes. Dat heeft zo wat weerstand. Het zit daar beet in. Dat is echt super lekker. Zeker in combinatie met wat krokante groentjes, zo'n klassieke wortel en prei en dan onze fluweelzachte groene saus. Maar dat is voor straks. De makkelijkste bereiding ooit eigenlijk in een keuken. Maar zo lekker als je het goed doet. Dat zijn zo die ja, prei en worteltjes. Ik noem dat waterzooigroentjes. Maar ik weet niet als je niet uit Gent komt of dat je dat dan ook waterzooigroentjes noemt. Gewoon een potje nemen. Een scheutje olijfolie daarin. En dan zo die nog wat vochtige groentjes. Gewoon in die kom. Direct een beetje peper en zout erop. En dan een heel klein beetje water erbij. Of in dit geval, hij staat hier toch, groentebouillon. Niet veel, zo een eetlepel of twee. En deksel erop. Nu blijft het daar gewoon 6 minuten af. En daarna de lekkerste groente van de wereld. Ons sausje. We hebben nu die groentebouillon. Je ziet, die is zo tot de helft ingekookt. Dus er is nu nog een deciliter of 3 groentebouillon over. Ik ga daar een halve patat in doen. Een halve aardappel. Super fijn gesneden. Die een aardappel dient vooral voor de binding van die saus. Dus best een beetje zo'n bloemige aardappel. Je snijdt dat echt in ultra kleine blokjes. Dan komen
al die zetmelen die in die aardappel zitten goed vrij. En dan is dat ook super rap gaar. Want misschien kunnen we het beter een gebonden coulis noemen in plaats van een saus, hoor. Kijk, die aardappeltjes gaan in die bouillon. En dan spinazie, peterselie, basilicum, kervel. En dan kan je gewoon al die groene kruiden fijn plukken van die grote stengels. En dan laten die als het ware pocheren of een beetje krimpen in die bouillon. Kervel vind ik het allerlekkerste daarin. Dragon kan ook. Nu gaan we er nog spinazie bij doen ook. Het is natuurlijk wel een saus die de à la minute moet gaan maken. Hè. Dan blijft die knalgroen, mooi groen gebonden. Anders zouden ze wel een klein beetje citroen of zo moeten bijdoen om je kleur te stabiliseren. En dan heel voorzichtig opwarmen. Dan, terwijl dat dan nog een beetje verder wegslinkt, gaan we dat meteen al goed kruiden met peper en zout. Je hebt natuurlijk al de smaak van je groentebouillon ook. Hè. Dus opletten met de kruiding. En altijd lekker bij spinazie een klein beetje nootmuskaat. En nu zie je dat ook die spinazie mooi zacht is. En dan giet je dat gewoon allemaal samen in uw blender. En wat dat dan gebeurt... Kijk. Doordat die een aardappel daarin zit, ga je zo gewoon een hele mooie groene coulis gaan krijgen. Voilà, kijk. En kijk, dat is wat je dan krijgt. Dat is de perfecte textuur. Dat is een mooie, groene, gladde saus die op die manier ook perfect op smaak is. Mm. Zalig lekker groene coulis. Dan onze garnalenbalkjes. En de krokante groentjes natuurlijk. Een diep bord om te dresseren. Vroeger was dat topgastronomie. Dan kreeg je zo drie knelles van vis of kip of kreeft in het midden van je bord. Met dan een coulis erbij en een klein beetje krokante groentjes. Maar hey, als we dan een keer die topgastronomie ook super gezond kunnen maken, want dat zijn ze, die garnaalbalkjes in het groen, dan zijn we goed bezig. Zo zie je maar dat ook vis gehakt zich perfect leent om daar super smaakvolle balkjes mee te maken. Ik zou zeggen, ga gewoon eens naar njam.tv en probeer het zelf. En schoon ook nog.